En als je dus varroa's op een bij ziet zitten, dan weet je eigenlijk dat het volk heel erg besmet is. Omdat de varroa daar, op zijn achterlichaam zit er nog één. Ze zitten op dit bijtje zitten er al twee. Ik kan dat bijtje even pakken. Misschien zien we er nog wel meer. Je ziet ook dat het een heel klein bijtje is. Die bij is dus ook in de ontwikkeling heel erg gestoord geweest. Je ziet die varroa gewoon lopen. En die varroa die kruipt normaal op de buik tussen de schubben. En daar vreet het, loopt hij over zijn kop heen. En tussen die schubben daar zit het vetlichaam. Dus aan de buikkant zit het vetlichaam. Ik tel dus nu al 3 varroa's op deze meid. Daar zit het vetlichaam. En dat vetlichaam dat wordt opgesoupeerd door die varroa. Vreselijk. Varroa is een enorme aandoening voor de bijen. Geen natuurlijke vijand van de honingbij. De honingbij heeft hier gewoon nog geen antwoord op. En veel volken gaan dan ook ten onder. Het grootste doel van de imkerij zou moeten zijn kweken op varroa-resistente bijen. Bijen die begrijpen hoe ze de varroa moeten aanpakken.